Hallo, Lieke Marsman laat er bij haar debuutroman het tegenovergestelde van een mens er geen gras over groeien. Want al met de titel zet ze je aan het denken. Want wat is het tegenovergestelde van een mens? Een niet-mens zou je zeggen, maar ja, dat is zoveel om ons heen. Planten, bomen, auto's, dieren, boeken, kano's, smartphones of water. Eigenlijk is er op onze planeet meer niet-mens dan wel mens. Een postmodernist zou in navolging van Jacques Derrida erop wijzen dat elke tegenstelling een cultureel gegeven is om het accent te kunnen leggen op een van de twee kanten. Goed of slecht, man of vrouw, westers of oosters. En in de tegenstelling mens en niet-mens delft de mens in kwantiteit het onderspits. Maar het mogen duidelijk zijn wie de ander er probeert onder te houden. Als kind hield ik ervan om te fantaseren dat ik een komkommer was. In de eerste regel van dit verhaal laat de verteller de absurdheid zien van een mens die zich in een niet-mens probeert te verplaatsen. Want waarom zou je in hemelsnaam afvragen hoe het is om een komkommer te zijn? Maar ja, net zo goed zijn er mensen die zich afvragen hoe het is om een dier te zijn. Het tegenovergestelde van een mens is een zogeheten ideeroman. En er komen verschillende gedachten, wetenschapsvragen en filosofieën langs. Het gaat over de 29-jarige Ida, een klimaatwetenschapper die verliefd wordt op Robin, een meisje, want Ida is lesbisch. Het is een vrij afstandelijk liefdesverhaal dat wordt afgewisseld met poëzie, met essays en citaten uit boeken als This Changes Everything van Naomi Klein. En in al die stukken die samen een gevoelsmatig geheel vormen, vind je aardige dingen, zoals het prisoner's dilemma bij het klimaatprobleem, seksuele geaardheid als groepsidentiteit, over de economie, over dat hoop en angst eigenlijk hetzelfde zijn, over de vraag waarom kano's geel zijn, en over de gaten in taal en liefde die elkaar versterken. Het tegenovergestelde van een mens is een roman die de existentiële vraagstukken loepzuiver uiteenrafelt. Een persoonlijke tragedie en een drama op macroniveau. De paradox die Lieke Marsman beschrijft is dat je als mens zowel met menselijke als met niet-menselijke zaken bezig dient te houden. En dat deze elkaar tegenwerken of helemaal niets met elkaar te maken hebben. Of nog paradoxaler, we dichten menselijke eigenschappen toe aan deze niet-mensen. Waarbij bijvoorbeeld het weer een uiting is geworden van het klimaat. Marsman stopt het in een aforisme dat aan een loesje poster doet denken. We kunnen niets zonder de wereld, maar zonder ons heeft de wereld geen enkel probleem. Soms realiseer je door het lezen hoe snel cultuurkennis eigenlijk verloren gaat. Neem het volgende vertaalde fragment uit de wereldberoemde 19e eeuwse roman Madame Bovary van Gustave Flaubert, waarin Monsieur Homais, een apotheker, zijn intrede doet. Een wat pokdalige man met groen suède muilen en een fluwelen mutsje met gouden kwast warmde zijn rug tegen de schoorsteen. Zijn gelaat was een en al zelfgenoegzaamheid en hij scheen het leven net zo kalm op te nemen als het puttetje in de tenenkooi boven zijn hoofd. Dit was de apotheker. Het gaat maar om de aanwezigheid van het puttertje. De apotheker komt hier voor het eerst voor in de roman. En deze vogel, ook wel een distelvink genaamd, staat voor de aankondiging van de dood. Althans, dat schrijft Charlotte Mutsaars in een essay en ook in haar roman Rachels Rokje. En nu is het belangrijk om te weten dat aan het eind van de middeleeuwen en tijdens de Renaissance er veel schilderijen zijn gemaakt met daarop Jezus, Maria en een distelvink. In religies uit de oudheid zag men de distelvink als het dier dat met de ziel van een mens wegvliegt na diens dood. Een soort omgekeerde ooievaar dus. Die symboliek die heeft het christendom zo'n beetje overgenomen en dus kondigen deze vogels in deze schilderijen de dood van Jezus aan. Oké, en dit zou dus allemaal moeten bewijzen waarom Flaubert dit puttertje, deze distelvink, in zijn roman heeft gestopt om een dood aan te kondigen. En ja, dat is best aannemelijk en Charlotte Mutsaars twijfelt er niet aan. Nou, een lange aanloop naar het boek waar ik het over wil hebben. Rachels Rokje van diezelfde Charlotte Mutsaars. De hoofdpersoon heet Rachel Stottermaus, wat overigens een anagram is van Charlotte Mutsaars. En zij is of zij wordt verliefd op Douglas Distelvink. Een distelvink, dus je weet het, er gaat iemand dood. Deze roman gaat over de liefde en wellicht is het een boek zoals je er nog nooit eentje hebt gelezen. Het boek bestaat niet uit hoofdstukken, maar uit plooien. Plooien van een rokje. Al deze plooien samen vormen het rokje van Rachel en deze staat dan weer symbool voor haar liefde voor Douglas. Zij was een leerling toen ze hem als jonge docent leerde kennen en ze komen elkaar 30 jaar later weer tegen. Het is een boek over de liefde die inslaat als een bliksem, maar het heeft niet echt een verhaal. Het zijn beelden, herinneringen, liedjes en gedachten met verwijzingen naar andere literatuur. Het gaat over de heftigheid van een liefde, over hoe boos je kunt zijn als iemand je allereerste puberliefde afdoet als kalverliefde. En net als Emma Bovary in de roman van Gustave Flaubert is Rachel iemand die zich volledig overgeeft aan deze liefde en het liefde
liefst in haar fantasie zou leven. Daarnaast gaat het over haar relatie met haar ouders. Een vader die vroeg is gestorven en ogenschijnlijk fout was in de Tweede Wereldoorlog. En een moeder die maar weinig liefdevols te bieden heeft voor haar dochter. Na 37 plooien, hoofdstukken dus, lijkt het erop alsof het rokje af is. En een boek besluit met een deel Rachels rokje Revisited. Waarin de verteller, die ineens samenvalt met Rachel, zich als het ware verantwoordt voor een aantal rechters. En dit deel kan als een soort anticlimax voelen. Een lastig boek dat fascineert en waarbij alles samen lijkt te hangen rondom een onzichtbare kern. En dat je tijd moet gunnen. En dat is ook precies het advies dat de verteller heeft aan de lezer op het moment dat Rachel haar grote liefde weer ontmoet. Ga maar slapen, lieve lezer. Ga gerust slapen. In naam van het geschreven woord, ga slapen. En gun hun het nachtkastje. Ze kunnen het wel alleen af. Op hun manier en in hun eigen tempo. De Vlaamse schrijver Bart Moeiaert schrijft kinderboeken, maar hij is geen kinderboekenschrijver. Hij schrijft toneelstukken, maar hij is geen toneelschrijver. Hij schrijft gedichten, romans en teksten voor prentenboeken. Kortom, Moeiaert is een auteur die zich op vele gebieden binnen de literatuur begeeft. Zijn boek Broeren met de ondertitel De Oudste, De Stilste, De Echtste, De Verste, De Liefste, De Stilste en Ik gaat over een ik-verteller die opgroeit in een gezin met 6 oudere broers. Iets wat overeenkomt met het leven van de auteur zelf. Het is geen doorlopend verhaal, maar het bestaat uit korte scènes uit het gezinsleven waarbij de broers zich vervelen, avonturen beleven, mensen bekijken of elkaar proberen te overtroeven. Wat opvalt, en dat zie je ook al aan de ondertitel, is dat de broers geen namen krijgen, waardoor ze inwisselbaar worden. En als het ware één personage vormen waartegen de jongste, de verteller, het op moet nemen. Ik probeerde te groeien boven mijn broers uit. Ik wilde ze van bovenaf bekijken en bespottelijk vinden. Moeiaert hanteert een suggestieve stijl. Dat betekent dat hij af en toe expres dingen weglaat of niet vertelt. Zo zegt hij bijvoorbeeld dat zijn broers het spelletje hagelslagslag spelen zonder uit te leggen wat dat dan precies is, behalve dat het wel een mooi effect op het tafelkleed gaf. Je kunt je er iets bij voorstellen. En het geeft dan de ruimte voor de fantasie van de broers en ook voor hun naïviteit als ze niet doorhebben dat hun vader een 1 april grap met ze uithaalt. Het boek bestaat uit miniatuurverhalen die herkenbaar zijn ook als je, net als ik, niet uit een gezin met 7 broers komt. De ruzie die ontstaat na het uitpakken van de Sinterklaas cadeaus, waarna de vader boos moet worden en hun in 1 adem roept alsof we 1 broer met een lange naam waren. Broeren werd bekroond met de Woutertje Pieterse prijs 2001 voor jeugdliteratuur, maar ontstijgt in principe dat hokje. Iets wat de jury destijds ook al vaststelde. Een bundel verhalen waarin 7 broers als een eenheid opereren en de jongste, de verteller, het snelst buiten de boot valt, maar wel slim genoeg is om zijn broers af en toe met hun neus op de feiten te drukken.